Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door McDonald's Den Haag, Punt en van der Weert Belastingadviseurs, Kyocera Document Solutions, De Vriendenloterij en adopowervrouwen.nl. Hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van ADO Den Haag Vrouwen Magazine. En wat kunt u zoal in deze aflevering verwachten? Een reportage van de verlenging van het contract met sponsor Basic Fit. Dat gebeurde in het centrum van Den Haag bij de Ladies Only vestiging. Aan het woord komen kort Otto Buskermolen, vestigingsmanager, speelster Kitty Suzanne en Kees Punt, voorzitter van de stichting ADO Den Haag Vrouwen. Een samenvatting van de vrijdag gespeelde thuiswedstrijd in de Benelink tegen PSV FC Eindhoven. En gesprekjes na afloop met trainer Marcel Valk en captain Helene Heemskerk. Na de wedstrijd werd ADO-speelster Linette Berenstein uitgeroepen tot beste speelster over de eerste wedstrijden in de Benelink van dit seizoen. En daarvoor werd ze in het zonnetje gezet. En omdat ze vrijdag te gast was bij ADO Den Haag, ook een gesprek met Ingrid van Herle, manager van de Benelink. De gezamenlijke competitie van de beste vrouwenteams in Nederland en België. En we gaan starten met een reportage vanuit het centrum van Den Haag. Daar vond in de vestiging van Ladies Only van Basic Fit de verlenging van het contract plaats. Aan het woord komen onder andere Otto Buskermolen, de vestigingsmanager ter plaatse, Kitty Suzanne, speelster van ADO Den Haag en Kees Punt, voorzitter van de stichting ADO Den Haag Vrouwen. Kees, Basic Fit, wederom sponsor. Hoe zijn ze ooit bij de ADO-vrouwen terechtgekomen? Dat is best wel een beetje toeval geweest. Naast het feit dat ze natuurlijk al shirtsponsor waren van de mannen, kregen wij op een gegeven moment, toen wij de kleding van de vrouwen bestelden, kleding, trainingspak en truien terug met daarop in het groot Basic Fit. En die waren dan bestemd voor de vrouwen. Dus ik denk dat er intern toen een foutje is gemaakt. Maar dat hebben we aangegrepen om Basic Fit te benaderen. En om te vragen of ze erop wilden blijven staan. En of ze ons wilden helpen met de sponsoring in Natura vooral. Omdat de meiden nu dus gewoon door het hele land in elke vestiging van Basic Fit kunnen trainen. Het is wat dat betreft een goed huwelijk geworden. Want het is niet bij één jaar gebleven. Nee, het is al het derde jaar en er wordt veel gebruik van gemaakt. Het is natuurlijk, kijk, de meiden komen natuurlijk elke dag van de week ongeveer naar Den Haag om op het veld te trainen. Maar daarnaast zijn ze ook nog eens een keer verplicht om hier en daar wat fysieke training te doen, fitness, krachttraining. En dan is het lekker als je dat in de buurt van je eigen huis kunt doen, zodat je niet weer die hele reis hoeft te maken. En Basic Fit zit praktisch door het hele land heen, dus dat werkt perfect. Otto, ADO Den Haag Vrouwen en Basic Fit, voor het derde jaar gaan ze een contract met elkaar aan. Dat betekent een goed huwelijk. Dat betekent zeker een goed huwelijk en daar zijn we ook heel blij mee. Mede omdat we de heren ook al sponsoren, vinden we het gewoon een mooie aanvulling als we de dames ook sponsoren. En we zijn heel blij dat we dat mogen doen. Zodat we zijn hier in het centrum, dat is een Basic Fit filiaal Ladies Only. Ja, de speelsters kunnen overal terecht, heb ik begrepen. Ja, de pas die is door heel Nederland te gebruiken. Dus ze kunnen sporten dicht bij hun huis. Ik heb ook begrepen dat sommigen in Groningen wonen. Ja, ze kunnen daar ook gewoon gebruik maken van hun pas. De ondertekening vindt altijd wel hier plaats, hè? Want dat is ja, iets specifieks, ladies only. Ja, dames. We hebben 3 ladies clubs in Nederland en er mogen alleen maar dames sporten. Ja. Daar is veel vraag naar. En we vonden het ook leuk om het dames team zeg maar, bij de ladies only in Den Haag te laten tekenen. Kitty, Basic Fit, voor het derde jaar sponsor bij ADO Den Haag. Ja, voor jou is het niet vreemd, want jij doet het wel graag. Ja, dat klopt. Wij moeten op zaterdag hebben we standaard een eigen herstelprogramma.
En we hebben sinds vorig jaar hadden wij een personal trainer, dus daar ging ik vaak mee de sportschool in. En als we dan op woensdag vrij waren, dan ging ik op woensdag ook nog de sportschool in. Ja, dus met name zo'n personal trainer heeft het een en ander bijgebracht. Met name wat goed is in laten we zeggen, ja, trainen na een wedstrijd. Ja, zeker. Ze laat dan vooral goed zien hoe je de oefeningen uit moet voeren, zodat je niet, zodat je wel echt herstelt en geen blessures krijgt. En ze leert je ook gewoon heel veel oefeningen, dus niet dat je één of twee oefeningetjes, maar dat je gewoon heel veel verschillende hebt. Nou is het zo dat Basic Fit is hier in het centrum, maar jullie kunnen overal terecht, heb ik begrepen. Ja, klopt. We kunnen in elke Basic Fit in Nederland, dus je kan gewoon vlakbij je eigen huis kan je naar een Basic Fit toe gaan. Hoe vaak doe jij het dan per week dan, buiten alle trainen bij ADO? Ik probeer het één keer per week in ieder geval te doen. En stel we hebben op woensdag vrij, dan wil ik op woensdag ook nog wel naar de Basic Fit toe. Het team van ADO Den Haag vrouwen ontving afgelopen vrijdag in het Kyocera stadion PSV FC Eindhoven. De ADO vrouwen namen een 2-0 voorsprong, maar konden die helaas niet vasthouden. Het werd uiteindelijk 2-2 en daarmee kon iedereen in het ADO-kamp na afloop vrede hebben. Kijkt u naar een samenvatting en na afloop gesprekjes met de coach Marcel Valk en met captain Helene Heemskerk. En ADO Den Haag betreedt het speelveld onder leiding van scheidsrechter Shukula. De vierde thuiswedstrijd tegen PSV FC Eindhoven. En omdat de voorgaande twee ontmoetingen nou niet het gewenste resultaat hadden opgeleverd, was het voor de ploeg van Marcel Valk natuurlijk zaak om de punten in eigen huis te houden. Speelsters betreden het speelveld met de escorte en gaan zich voorstellen aan het publiek. En natuurlijk het sfeerteam van de ADO Den Haag vrouwen was ook weer aanwezig. Aftrap in dit geval van PSV FC Eindhoven. Bal wordt teruggelegd en PSV gaat bouwen aan een aanval. Bal wordt achterin rondgespeeld. Maar dan komt ADO Den Haag in balbezit. Bal wordt doorgekopt naar Renate Jansen. Renate Jansen heeft een versnelling op links in huis. Gaat haar tegenspeler voorbij. Dan komt hij voor naar de eerste paal. Kitty Jean komt in, maar is net te laat. En keepster Angela Christ kan de bal klemvast in de handen pakken. PSV gaat bouwen een aanval. Angela Christ zet haar linkerverdediger aan het werk. Goede paas. En dan komt die bal op de linkervleugel. Probeer de achterlijn te bereiken. Daar komt die voorzet. Tula de Wit zit er nog wel tussen, maar kan de bal niet goed wegwerken. En dan is het Danielle van der Donk van PSV. Maar zij ziet de bal over het doel gaan. Althans, Jennifer Vreugdeel tikt de bal over. PSV weer in de aanval. Schijnbeweging en dan komt naar binnen toe, wil de bal op het doel schieten, maar de bal wordt goed geblokt. En dat betekent dat ADO Den Haag de aanval over gaat nemen. In balbezit, Renate Jansen gaat over de middenlijn, versneld, gaat op het tegenspeelster af, wil er langzaam, wordt even aangetikt, maar ze blijft keurig in balbezit. Komt die voorzet en de bal bij Kitty Suzanne bij de eerste paal, maar die tilt de bal net over de lat heen. Jammer, want er zat wat meer in voor ADO Den Haag. PSV weer in de aanval. Dreiging buitenom, maar ze gaat binnendoor. Dan komt de bal, wordt breed gelegd op Vermeulen. Die komt in balbezit, wil bij de bal komen, maar nog net wordt de bal geblokt door Helene Heemskerk. Waardoor Jennifer Vreugdenhil de bal in de handen kan pakken. Wegkans voor PSV FC Eindhoven. Kitty Suzanne speelt de bal diep op Linette Berenstein, neemt de bal op de borst aan. Maar die bal springt net even te ver weg, waardoor keepster Angela Christ de bal kan pakken. En ADO Den Haag bouwt weer een aanval op de linkerkant. Kitty Suzanne legt de bal terug op Vesna Veldtrop en die ziet in de diepte Renate Jansen wegspringen. Keepster Angela Christ komt eruit en dat maakt het voor Renate Jansen toch wat makkelijker om die bal over haar heen te lopen. ADO Den Haag na 31 minuten spelen op een 1-0 voorsprong. En in de herhaling kunnen we zien dat het een prachtige treffer is van Renate Jansen. Koelbloedig. Stift die bal over Angela Christ heen. Ja, teleurstelling bij PSV FC Eindhoven. Vrije schop van Renate Jansen vanaf de linkerkant. Daar komt Linette Berenstein inlopen. Neemt die bal in één keer met links op de pantoffel. Maar Angela Christ is attent en tikt die bal tot de hoekschop. En die hoekschop zou verder niets opleveren. En dat betekent dat ADO Den Haag kon gaan rusten met een 1-0 voorsprong.
Tweede helft, vrije schop van Renate Jansen. In de tweede helft zou heel goed beginnen voor ADO Den Haag. Kans voor Tula de Wit, maar ze kan de bal niet helemaal goed raken. Maar wel is het Kitty Suzanne die attent is. Kijk nog even naar de grensrecht of niet gevlagd wordt voor buitenspel. Maar de treffer telt 2-0 voor ADO Den Haag. En dat al na 2 minuten spelen in de tweede helft. Een prima start, een droomstart zou je kunnen zeggen. En dan een minuut later, ADO Den Haag weer een goede kans. Linette Beerstein kopt de bal door op Renate Jansen op de 16-meterlijn, maar mist net even die kracht om uit te halen, waardoor keepster Angela Christ de situatie meester blijft. 3 minuten later, balverlies op het middenveld bij ADO Den Haag. Lisanne Vermeulen wordt aan het werk gezet, krijgt dat steekpaasje, schiet, maar tot opluchting van de ADO-fans gaat die bal naast het doel. 54ste minuut, Renate Jansen gaat een 1-2 combinatie aan met Kitty Suzanne, schiet, maar de bal gaat voorlangs. Goede mogelijkheid, jammer, ADO Den Haag bijna op een 3-0 voorsprong. Even later loopt Judith Veiling tegen een gele kaart, want ze gaat hier natuurlijk veel te hard in op Maran van Erp. Scheidsrechter laat terecht de gele kaart zien. 3 balverlies op het middenveld bij ADO Den Haag. En daar wordt de speelster diep gespeeld. Danielle van der Donk kapt Tula de Wit uit. En heel beheers schuift de bal langs Jennifer Vreugdeneel. PSV komt op 2-1 en het heeft haast. We schrijven de 68ste minuut van de wedstrijd. In die fase kwam PSV duidelijk opzetten. De ploeg uit Brabant voelde dat het op meer in zat. Maar ADO Den Haag kwam ook regelmatig nog voor het doel. Vrije schop van Paola van der Veen vanaf de linkerkant. Tula de Wit meegekomen, kopt de bal. Maar de bal gaat over het doel van keepster Angela Christ. En waar we al bang voor waren, dat gaat er toch gebeuren. PSV blijft het drukken. Aanval over de linkerkant. Komt die voorzet. Komt bij Lisanne Vermeulen terecht. Kapt en draait met de bal, maar ze houdt goed balbezit. Blijft kijken. Komt in ieder geval niet tot een schot. De enige oplossing is om het opnieuw te proberen vanaf de linkerkant. Danielle van der Donk. Goede voetbewegingen. Goede speelster trouwens. Kijkt, schiet bij de bal en wordt dan niet goed weggewerkt door ADO Den Haag. Want PSV blijft in balbezit. Aan de 16-meterlijn. Jesseling Kuipers. Denkt niet naar. Haalt in 1 keer uit. Jennifer Vreugdeheel. Kansloos. En de stand is 2-2. En dat betekent dat ADO Den Haag toch een moeilijk laatste kwartier tegemoet zou kunnen gaan. Want PSV dat rookt natuurlijk dat er meer in zat. En dat wilde ook heel graag gaan voor de overwinning. De ploeg uit Brabant bouwt weer aan een aanval over de linkerkant. Goede combinatie met name met die Danielle van der Donk. Die was in dat laatste kwartier toch wel een plaag voor de ADO-defensie. Komt de bal hoog voor het doel. En dan komt er een kopbal van Lisanne Vermeulen. Gaat over Jennifer Vreugdeneel heen. En in de herhaling kunnen we zien dat die bal niet achter de doellijn verdwijnt. Maar wel degelijk voor de doellijn stuit. De trainer van de Eindhovense ploeg, Nebojša Vušković, dacht namelijk dat de bal erachter was. Het bleef gevaarlijk voor ADO Den Haag, want PSV bleef aandringen op zoek naar die 2-3. Aanval weer over de linkerkant. Komt die voorzet bij de tweede paal, maar daar is invalster Laura Stelt net te laat om die bal goed te raken. Bal gaat naast. ADO Den Haag komt goed weg in de 83ste minuut. Corner voor PSV. Bal wordt weggewerkt, maar PSV blijft in balbezit. Scrimmage voor het doel. Danielle van der Donk komt in balbezit. Goede schijnbeweging in huis. Ze kan niet buitenom en daar gaat ze dus binnen door. Langs de 16-meterlijn. Gaat schieten. Schot. Jennifer Vreugde kansloos, maar de paal brengt redding. En ook ADO Den Haag blijft 2-2. En dat met nog 3 minuten te spelen. Het blijft gevaarlijk. De laatste fase van de wedstrijd. PSV gaat het nog een keer proberen. Bal wordt doorgespeeld naar de linkerkant. En dan komt natuurlijk die voorzet. Jennifer Vreugdeneel kan er nog net even met het handje bij. En dan 2 spelers. Oei, met de hoofden tegen elkaar. Daar is Tula de Wit van ADO Den Haag bij betrokken. De scheidsrechter Shukrula staat erbij. Laat de verzorging komen. Maar laat verder ook niet meer verder spelen. 2-2 staat er op het scorebord. Ze fluit af.
Aden Den Haag denk ik toch tevreden met dat punt. En afloop spraken we met de coach Marcel Valk en met de aanvoerster Helene Heemskerk. Helene, wedstrijd tegen PSV FC Eindhoven, eerste helft. Jij samen met Tula de Wit in het centrum. Het stond. Ja, eerste helft stond goed. Ook achterin met de verandering Tula in het midden en Paola dan naar links. Met name, je had een directe tegenstander, die had je in de zak zitten, maar vooral ook, je was sterk in het dichten van de gaten erachterin. Ja, ik kom goed tot mijn recht als ik ook de gaten achter de verdediging juist kan dichtlopen. En daar dat is ook een sterk punt van mij. Ja. Komen jullie op 1-0 in de eerste helft? Wat geeft de trainer dan in de rust voor opdracht? Dat het goed gaat en dat we vooral zo door moeten gaan. En ja, dan hoop je natuurlijk dat dat de tweede helft doorzet. Dat deed hij inderdaad vlak naar rust al. Ja, we gingen gelijk op 2-0 voorsprong. En daarna krijgen we ook nog via Renate de kans om de 3-0 te maken. Maar ja, daar verzuimen we. En dan zie je dat het heel erg lastig wordt daarna. Wat ging er fout? Want in een tijdbestek van 5 minuten scoort de PSV 2 doelpunten. Ja, zij gingen ook vooruit staan. Volgens mij schoven zij de centrale verdediger door naar het middenveld. Waardoor wij achterin kregen wij 1-1 en op het middenveld stonden er eigenlijk 3 of 4. En daar hadden we heel veel moeite mee met de lopende team van hun naar ons toe. In de tweede helft was er een van de Akkefietje, die bal rolde achter. En je was aan het praten tegen de assistent scheidsrechter. Wat was er aan de hand? Ja, de spits van PSV, ik scherm de bal af en hij rolt over de lijn. Dus de trap me gewoon nog tegen mijn benen aan. Dus dat is volgens mij gewoon natrappen. Ja. En wat, ze hadden die gezien? Nou, dat lijkt me sterk, want ze stond op 10 meter afstand. Dus ik zei tegen haar dat ze dat had moeten zien en dat ze daar zeker iets van had moeten zeggen. Na die 2-2, ja, PSV rook dat er meer in zat. Ja, zij gingen heel erg aan van het voetballen en ze krijgen ook nog kansen op de paal en volgens mij op de lat. En uiteindelijk mogen we blij zijn dat het 2-2 is, maar we hadden gewoon eerder die 3-0 moeten maken en dan was er volgens mij niks aan de hand geweest. Toch, als jullie vergelijken met de laatste thuiswedstrijd, een duidelijk verschil, zeker qua inzet, qua beleving. Ja, zeker. We hebben een mindere fase gehad en we zijn nu zeker weer in de stijgende lijnen. Dat moeten we gewoon doorpakken. Het eerste punt is weer binnen en daar gaan we weer voor werken. Marcel, na 2 wat mindere wedstrijden qua resultaat, begin je tegen PSV FC Eindhoven. Met wat voor idee beginnen jullie aan die wedstrijd? Nou ja, we weten dat dit soort wedstrijden gewoon anders zijn voor ons. PSV is toch een tegenstander waar je gewoon heel graag van wil winnen. Dat is bij de mannen natuurlijk ook zo, dat is niet anders. PSV, Ajax, Twente, dat zijn de wedstrijden waar je voor gaat in een seizoen. Dus we hadden er wel goede hoop op, maar we hadden natuurlijk dinsdag inderdaad een teleurstellende wedstrijd gespeeld. Dus we hebben gisteren heel lang gepuzzeld over het tactische concept. En we wilden PSV niet in het spel laten komen. En ik denk dat dat een uur lang gelukt is. Ja, zeker als je kijkt naar de eerste half uur, ploegen beide gelijk opgaan, denk ik. Ja, zeker. Ik bedoel, in principe verdiende de eerste helft denk geen winnaar, zeg maar. Of dat iemand ging scoren. Alleen ja, goed, het zat ons een keertje goed mee. Vond een prachtig doelpunt. Ja, dat zeker. Ja, en daar waren we natuurlijk wel heel erg blij mee. Goed, begint die tweede helft. Droomstart, denk ik. Ja, absoluut. Ja, kijk, je prent ze natuurlijk in. Hou er rekening mee. PSV gaat stormen. Die wilde wat van maken. Ik bedoel, die nummer 10, Danielle van der Donk, is natuurlijk een hele goede speelster van Nationaal. En je weet dat hij heel veel diepgang hebt. Dus we hadden verwacht van die gaat diep, diep, diep. Maar ja, als je dan binnen een minuut 2-0 voor staat, is het natuurlijk heel prettig. Ja, en vlak erop zelfs Renate Jansen de kans op 3-0. Ja, dat had ook nog kunnen gebeuren. Had denk ik iets te veel geweest, maar het had wel beter geweest voor ons. Want nou ja, goed, de wedstrijd van dinsdag meegenomen, wisten we dat er ergens het pijpje leeg ging raken. Je merkt ook dat PSV zich, ondanks die 2-0 stand, toch zeker niet wilde neerleggen bij een nederlaag. Nee, zeker niet. Ik vond ze wel een periode in de eerste helft, op een gegeven moment toen we 1-0 voorkwamen, dat ze even dachten van wat gebeurt hier. Ik denk niet dat ze er rekening mee hadden gehouden, omdat wij natuurlijk dinsdag een wedstrijd hadden gespeeld die niet zo goed was verlopen. En de trainer zat op de tribune, dus hij zal ze goed ingeprent hebben van dit moet kunnen vandaag. Maar de tweede helft hebben ze inderdaad volledig strijd geleverd. En dat heeft ons toch op de knieën gebracht nog. Ja, wat is jammer, in tijdens van 5 minuten 2-0 voorsprong weg. Ja, dat klopt. Kijk, we speelden gewoon eigenlijk de tweede helft ook gewoon prima. We hadden niet echt veel problemen, niet veel kansen, zij ook niet. Dus het was een beetje een vlakke wedstrijd aan het worden na de 2-0. Één onoplettendheidje in het middenveld met de verkeerde kant doordraaien. Balverlies, alles ligt open en... Ja, dat was het 2-1. Ja, dan heeft Van Donk inderdaad de kwaliteit. Daarna rook PSV van, nou, er zit misschien nog wel meer in. Ja, want dat was ook het moment natuurlijk waarop het pijpje bij ons een beetje leeg aan het raken was. Na die 60ste minuut. En toen was het wel even billen knijpen voor ons. En ik,
Ja, het was eigenlijk inderdaad wachten op de 2-2 en hopen dat we die in ieder geval uit het vuur konden slepen. Goed, je speelt 2-2, maar ik denk dat je tevreden kan zijn over ploeg. Zeker als je ziet de instelling en de inzet waarmee gespeeld is. Nou, absoluut. Zeker de laatste 3 wedstrijden meegenomen. Ajax hebben we gewoon echt een misser gemaakt. En tegen Zwolle was eigenlijk niet om aan te zien. Brugge was al iets beter, maar ook nog zeker niet voldoende. En ja, dan is dit wel prettig dat je dit voetbal laat zien. Hier kan je mee verder. Nu kan je er zeg maar een ploeg zeggen van... dit is iets waar we in de toekomst mee door kunnen borduren en gas erop en zorgen dat we het langer vol gaan houden. Normaal wil je graag met zo'n overwinning van het veld stappen, maar ik denk dat je in dit geval met 2-2 ook tevreden mag zijn. Nou, zeker meegenomen dat Lisanne Vermeulen natuurlijk ook nog de lat raakte met een kopbal. Dus ik denk dat we zeer tevreden achteraf mogen zijn met de 2-2. Maar ja, sta je 2-0 voor, heb je als trainer natuurlijk liever niet dat dit nog gebeurt, maar... Ja, ik ben wel tevreden gewoon over het team en over de prestatie die ze geleverd hebben. Speelster Linette Berestein van ADO Den Haag werd uitgeroepen tot beste speelster over de eerste serie wedstrijden in de Benelux competitie. Daarvoor werd zij in het zonnetje gezet afgelopen vrijdag na afloop van die wedstrijd tegen PSV FC Eindhoven. We maakten er een korte reportage van. De speelster die gewonnen heeft is Bennett, dus ik weet niet waar dat ze Linette. Linette. Hey Bennett! Bennett kunnen we lang op wachten. Linette komt wel. Linette, het was niet bijna met het maximum van de punten, maar het was wel echt het maximum van de punten. Dus 4 keer 3 punten van alle trainers waar jullie tegen gespeeld hebben. Dus van harte verdiend, van harte gefeliciteerd en alsjeblieft. Dankjewel. Linette, het seizoen is net begonnen. Weer een prijsje voor jou? Ja, zeker. Ik had het niet verwacht. En daardoor is het extra leuk dat ik die heb mogen winnen. Wel een eer, hè? Want de Benelux, toch de hoogste divisie wat het vrouwenvoetbal betreft in België en Nederland. En dan word jij, jonge speelster, uitgeroepen tot de beste speelster in de eerste periode. Dat is ook wel zo. Ja, maar de eerste paar wedstrijden gingen echt heel goed. Ik scoorde ook lekker. Dus vandaar dat ik die prijs waarschijnlijk heb gewonnen. Ja, en de punten worden gegeven door de trainers van de tegenpartij. Ik bedoel, dat heeft ook wel waarde, denk ik. Die zien mij dus ook als een gevaar voor hun team. En dat is voor mij alleen maar beter. Want dan weet ik ook echt dat ik gevaar aan kan richten. Je bent niet de eerste speelster die in aanmerking voor seizoen ook een andere speelster van ADO die een keer dezelfde prijs gewonnen heeft. Ja, dat klopt. Dat was Lisanne Gimberg. Die had het volgens mij in de maand maart gewonnen. Dus het is alleen maar goed voor ADO dat steeds meer mensen die prijs gaan kunnen winnen. Je zei in het begin scoorde ik even lekker. Nu zit het even tegen. Zo'n prijs, dat moeten we stimuleren, denk ik. Het gaat nu ietsje minder. Maar dat houdt me niet tegen hoor. Ik blijf gewoon lekker mijn best doen en die goals komen vanzelf wel. En weer een prijsje erbij dus voor Linette Berestein, speelster ook van Oranje onder 19. En die uitreiking werd verricht door Ingrid van Herle, manager van de Benelux competitie, de gezamenlijke competitie van de sterkste vrouwenteams in Nederland en België. En omdat Ingrid van Herle toch de gast was in het Kyocera stadion, haalden we haar voor de camera. Ingrid van Herle, manager van de Benelux. Toeschouwer bij de wedstrijd Adenhaag PSV FC Eindhoven, maar je bent hier ook voor een ander doel. Ja, ik ben hier vooral om de prijs uit te reiken van de beste speelster van de eerste periode van de Bottega-verkiezing van de trainers. Het is het tweede jaar dat die verkiezing plaatsvindt. Ja, dat klopt. En de winnaresse deze periode was Linette van ADO Den Haag. En met een maximum van punten, dus zij heeft door alle trainers gedurende 4 wedstrijden het maximum van de punten gekregen. Die punten worden inderdaad toegekend door de trainers van de tegenpartij. Ja, dat klopt. Dus de trainers hebben 3 punten uit te delen. 3 voor de beste speelster en dan 2 en 1. En alleen maar van de tegenpartij. Dus dat lijkt me wel het meest juiste. Nieuw bij de Benelux is ook dat een verkiezing is van het beste doelpunt van een bepaalde periode. Kun je daar wat over vertellen? Ja, dus we hebben dat eigenlijk dit jaar in het leven geroepen omdat we willen toch wel wat zichtbaarheid geven aan de Benelux. En
We hadden eigenlijk voor deze eerste periode niet echt veel medewerking van de clubs, ook omdat ik denk dat het niet bekend was. En het is heel goed opgenomen door de media. Dus we hebben ongeveer een 8000 views gehad via YouTube en via onze site. We hebben een 800-tal votes gehad. En je merkt nu wel dat de clubs nu stilaan beginnen hun mooiste doelpunten in te zenden. En de bedoeling is natuurlijk, als het echt wel mooie doelpunten zijn, om die ook mede te delen aan alle sportprogramma's. België, Nederland, in de hoop dat ook die programma's dat gaan meepikken. Ja, want ook de vrouwen kunnen mooie doelpunten scoren. Ja, hebben we vanavond gezien. Hè? Dat was een hele mooie goal van Danielle vandaag. PSV, maar een hele mooie doel. Het algemeen, Benelink, competitie, loopt alles naar wens? Ja, we zitten nu in het derde jaar. We hebben een evaluatie gemaakt, ondertussen een werkgroep opgericht om de competitie nog sterker te maken. Dus dat is nu lopende, dus naar volgend jaar toe, want die intentie van beide bonden is er om ermee verder te gaan. En dan willen natuurlijk, de league is opgericht, Football First, om de competitie in België en Nederland sterker te maken. En daar, in functie daarvan, willen we nu bepaalde aanpassingen doen om het niveau nog naar boven te krijgen. Men zegt dat over het algemeen de clubs in Nederland wat sterker zijn, behalve dan in België standaard Luik. Ja, we wisten natuurlijk wel dat die Belgische clubs achterstand hadden. Maar als je ziet op eigenlijk dit derde seizoen, die groeien heel snel. Ook vandaag, de competitie wordt sterker, de doelpuntenverschillen worden kleiner. De Belgische clubs beginnen stilaan naar boven te kruipen. Dus ik denk dat de Belgische clubs op dit ogenblik wel heel goed werk leveren. En wat we wisten in het begin, oké, dat wisten we op voorhand, maar ze pikken het heel snel op. Voor de promoting van het vrouwenvoetbal. Nederland heeft zich kandidaat gesteld voor de organisatie van het EK. Het zou nu fantastisch zijn als dat inderdaad zou gaan plaatsvinden, zo dicht bij huis. Ja, dat zou natuurlijk fantastisch zijn. En ik heb er wel een goed gevoel mee. Dus ik heb een gevoel dat Nederland dat gaat gewoon binnentrekken. Dus we zullen zien. En met Ingrid van Heerlen zijn we het einde gekomen van deze aflevering van het ADO Den Haag Vrouwen Magazine. Wat mij betreft de laatste keer de presentatie, want die wordt de volgende aflevering overgenomen door Clarissa van der Weert. Ik ga me beperken tot het produceren van dit programma. Hartelijk dank voor uw aandacht. Graag tot over 14 dagen. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door McDonald's Den Haag, Punt en van de Weert Belastingadviseurs, Kyocera Document Solutions, de Vriendenloterij en ADO Powervrouwen.nl.